President Chandrika Prasad Santokhi zal vrijdag de ontevreden gezondheids- en veiligheidsbonden spreken. De ontevredenheden bonden hebben zich vanaf vandaag 11:30 verzameld op het Onafhankelijkheidsplein voor een algemene ledenvergadering en om aandacht te vragen van het staatshoofd voor hun problemen. Echter raakte de groep met honderden leden van de diverse bonden snel teleurgesteld omdat de president het druk had en ze niet te woord kon staan. De president heeft gezegd, hij is bezig. Hij gaat de bonden vrijdag ontvangen. Oké, mensen, wij gaan ons verplaatsen. Mensen, centraal, even. We mogen alles, toch? We mogen alles. De matak faikar mina somo piki. We kunnen niet zelf naar binnen gaan. Dan kunnen we ook naar president. A camera no man te ko allemaal. En als we zijn niet op confrontatie. Begrijpt u? Daarom zeg ik, in alles moeten we dit gebruiken. We kunnen niet gewoon naar boven gaan. Dus het confrontatie met de medewerkers die aan het werk zijn, die we ook moeten begrijpen. Toch? Dus ik zeg, laten we ons terugtrekken naar daar. Want we zijn in vergadering, dan we vergaderen Godoro Dappe. De ontevreden leden waren niet blij met de mededeling van de president. De bonden zouden een petitie indienen. Echter hebben ze hiervan afgezien sinds de president hen niet te woord kon staan. Mensen, er is aan de veiligheidsbonden aangegeven dat zij geen brieven hebben gezien tot nu toe. Wij zijn hier om een petitie in te dienen. We gaan het niet indienen. Luistert u! Er is aangegeven dat er vanavond gesprekken zijn met de medische sector. We weten niet wie. Vrijdag worden bonden uitgenodigd, we weten niet wie. Strategisch gaan we het niet voorlezen, we gaan het afgeven dat het toch duidelijk is wat wij willen. En wij gaan verder wanneer we ons terug hebben getrokken, want ze moeten niet zeggen dat ze niet weten wat we willen. De gezondheids- en veiligheidsbonden vragen al geruime tijd aandacht van de regering voor de slechte salarissen en de werksituatie. Nadat de leden van de bonden het kabinet van de president hadden verlaten, verplaatsten zij zich naar het Fort Zeelandia-complex, waar ze verder in vergadering zijn gegaan. De bonden blijven in vergadering tot ze aangehoord worden door de president.